Deze highlights worden u aangeboden door Expedia. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Casemiro. Het gebeurt zelden dat Kanté of Jorginho daar de bal verliest, maar worden wel altijd aangespeeld. Maar een mooie beweging. Hier is ruimte bij Pulisic. Kan het zelf ook natuurlijk. Heeft een trap. Pulisic, Werner en Courtois met de save. Courtois veegt die bal van de lijn in de eerste keer. Redder in nood op een geweldige aanval van Chelsea. En de voetveeg van de helft van Real. De 0-0 blijft op het bord. Prachtig van Pulisic. Goeie actie, Modric komt te laat en dan uiteindelijk bal voorgegeven. Onder Tuchel dus in 16 van de 21 wedstrijden geen doelpunt geïncasseerd. Dat is fenomenaal. Maar ook maar 27 doelpunten gemaakt, wat dan weer weinig is. Dus ja, dat is het manco. Maar één volstaat meestal voor de winst. Want Tuchel maar twee nederlagen geleden, die pontoering thuis tegen West Brom, ineens 5. Kijken, Pulisic nog eens aannemen. Pulisic, Courtois eruit en Pulisic eromheen en dit is de goal. Oh la la, Pulisic. Hij etaleert hier nog een keer zijn talent en het is een oververdiende voorsprong voor Chelsea. Wat bleef hij rustig, zelfs Thibaut Courtois vermocht er niks tegen. Hij doet het gewoon in zijn eentje. Ja, het kon niet uitblijven. Ze zijn heer en meester. Geweldig gedaan. Courtois had hem al een keer gered. Nu kwam hij 1-1 met Pulisic, die niet gevolgd werd. Goed diep ging. Het is een Real zonder vertrouwen. Rüdiger kan hem nu even niet bijhouden. Karim Benzema. Met Casemiro. Meeschuiven hier Marcelo. Vinicius kiest voor Benzema. Die kan trappen. Benzema. En de paal, denk ik. Ja, ja. Buitenkant paal. Ja, hij heeft maar één moment nodig. In de gutsende regen de actie van Benzema. En meeval voor Chelsea. Ja, prachtig gedaan. Dan met zijn linker vandaar. Schitterende trap. Verdiende beter. Kroos met de corner neemt hem kort tot bij Modric. Die heeft nog geen bal geraakt, als je het mij vraagt. Doorkoppen, doorkoppen. Benzema, voilà, die wel natuurlijk. Benzema met de omhaal. Tweede keer, goede keer. Karim Benzema toch nog maar eens op een standaard situatie. Chelsea niet briljant en niet doortastend verdedigd. En de klasse van Benzema. Natuurlijk is hij de levenslijn van Real Madrid. 1-1. Eden Hazard maakt zijn rentree in de Champions League. De onzichtbare Vinicius komt hij vervangen. We zijn benieuwd. 14 keer staat Real in de halve finale van de Champions League. Niet Europa beker met de landskampioen, Champions League. En dat is uiteraard een record. Maar geraken ze er ook door? Dat is de vraag. Ligt iemand achter het muurtje, traditioneel? Ziyech! Maar Courtois zag hem goed komen. Stond goed opgesteld. En dan is het makkelijk. Ja, goede vrije trap nogthans. Maar ja, springende muur is niet helemaal in de hoek. En dan kan je Courtois niet kloppen. Ja. Een schot dat nog een beetje gevaarlijk wordt, omdat het afwijkt. Van Toni Kroos, applaus van de captain op de tribune. Toch nog eens een poging. Het is Kanté die ertussen zit. Maar Mendy was wel ter plekke. Ja. Die tussen de palen zijn gecaprioleerd met die dubbele deviatie. Maar Real hier wel gevaarlijk op natuurlijk. Op hoekschop.
en een patent op late doelpunten. Ja, dat was er bijna één. Gewoon Varan nog even aangeraakt. Nou ja, het was moeilijk wat hij deed en prima gedaan. Geweldige bal van Kroos. En zo had ik het gedaan, zegt Sergio Ramos. Het is Havertz waarschijnlijk die hem nog raakt. Nee, Chilwell. Hij ging er anders heel ver. Ja, 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 ja. Helemaal verkeerd. Zo wordt het nog gevaarlijk eigenlijk. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors.